Ja, ik ben even in middagpauze en ik ga van die middagpauze heel snel gebruik maken om te proberen. Dus ik zit nog altijd met die demo SRF, waarvan ik, ja, ik ga nu gewoon proberen om hem plat, om hem leeg te rijden. Dus, en dan ga ik hem aan de stekker hangen opladen met een meter ertussen. Dan kan ik zien hoeveel elektriciteit dat er effectief in de batterij gaat. Als ik hem uitlees met de OBD-connector, dan zie ik dat hij volgens BMS, het systeem dat de batterij beheert, heeft deze batterij een capaciteit van rond de 109 ampère-uren. Dat lijkt mij een realistisch cijfer, want dat is ook wat we op andere zero-motorfietsen zien. Ik vermoed dat het meer met snelheid en met die berekening hier te maken heeft. Dus ja, ik ga die test doen, maar ik zeg, ik vermoed niet dat er echt veel gaat uitkomen uit die test. Ik vermoed dat hetgeen dat ik erin pomp ook rond die 109 ampère-uren zal liggen. Dus, ik vermoed dat er, en dat is maar goed ook, ik vermoed dat er met de accu zelf niks mis is. Het is enkel als ik op de snelweg, als ik zo meer dan 90 km per uur begin te rijden, dan krijg ik dat vreemd gedrag in heel die, ja, in heel dat SOC-cijfer eigenlijk. Dus state of charge-cijfer, dat al niet overeenkomt met de werkelijkheid en automatisch terug opklimt. En ik kreeg ook al de opmerking dat deze motorfiets inderdaad niet de laatste firmware-versie heeft. En de laatste firmware-versies zijn er onderhand gekomen omwille van dat soort problemen. Dus hebben net fixes voor dat soort problemen. Dus ik ga waarschijnlijk ook een keer proberen om alles opnieuw te testen na een firmware-update. Ik ga in elk geval geen moeite hebben om hem leeg te krijgen, de accu, met dit soort toestanden. Maar kijk, ik ben op weg naar huis terug, zit aan 15%. Als ik thuis kom, zou het hem op 0% moeten staan. Ik ga hem opnieuw even laten stilstaan, gewoon om te zien dat er niet te veel klimt. Dus noods rijd ik nog een keer heen en weer. Dat ik hem op een stabiele 0 krijg. Aha, goed nieuws! Dit weekend, mijn rit voor een testrit met Enerica is gepland. Ah, ik moet naar huis. Ik heb nog 5% over. Ik ben hier rap genoeg aan het rijden, dat is het probleem. Dat is typisch, hè. Als je hem wilt legeren, krijg je hem niet leeg. Maar als je hem moet raken, raak je er niet omdat hem leeg is. Hey, ik doe bijna niks. Ik ben vol gas aan het rijden. Ik ga mijn moeite vooruit. Ja, ook iets om mee rekening te houden. Lekker aan 20% gelijk aan welke modus daar staat, gaat hem aanvoelen alsof het in eco-modus rijdt. Maar een keer dat je onder die 10% gaat, gaat hij nog veel meer beperken. Like, nu is hij nog, nu kan ik hem nog redelijk gebruiken. Maar van zodra dat ik 9% sok bereik, ga je zien dat die gasrespons, dat hier, dat gaat er niet meer zijn. Oké. Okay. Doet hij het gewoon nog. Misschien is het aan de 5% dat hij daarmee stopt. Ja, dit is dan 5%. Ik heb net de 5% bereikt en als ik dan, kijk, als ik dan mijn hals volledig openzet, dan gebeurt er niet veel niet meer. Ik ben even zien wat veilig is, ja. Nee? Ja, hij versnelt nog, maar echt niet veel niet meer. Ik ben alweer naar huis aan het rijden, dat is er al duidelijkheid. 7 kilometer, 6 kilometer, 4%. Nog 2%, nog 3 kilometer range. Ik woon achter die heuvels daar woon ik. Niet die, maar die daarachter. En ik heb nog 3 km range, 2% accu. Ik voel me, kijk, ik ben echt hals aan het geven. Hè. Ja, ik heb dus net 0% accu bereikt. Oh, mijn telefoon aan het verstikken. En 0 km range. Dat is niet dood, ze kan nog rijden. Ze moet er... Geen paniek, mensen, geen paniek. Ik heb dit heb ik ook al met die van mij gedaan. En ik was verder van huis toen. Toen heb ik denk ik nog 10 of 12 kilometer gereden op 0%. Dus op zich, ik ga hem nu thuis zetten en aan de lader hangen. Tijd om het op te laden, hè, onze monster. Kijk, met dit ding wil ik stroomkostenmeetapparaat. Dat heb ik ooit een keer in de Aldi gekocht, denk ik. 0 ampère, 0 watt, dat hangt niks aan. Ja, nu steekt hem in. Hij is aan het bijladen nu. Kijk, op 3 uur en 52 minuten gaat hem vol zijn. Ja, oké, nog snel de cijfers ook. Dus in het begin van het laden gaf hij aan dat hij op 3 uur en 52 minuten vol ging zijn.
Uiteindelijk, nadat die tijd verlopen was, had hij nog maar 90% bereikt. Op zich, voor op de weg is dat voldoende, dan kunnen we terug vertrekken. En hij, de 100% heeft hem bereikt na 4 uur en 20 minuten laden. En dan heeft hij nog 10 minuten op 100% staan laden aan volle snelheid. Dus de snelheid is niet naar beneden gehaald. Nog tot 4 uur en 30 minuten. Toen heeft hij uiteindelijk de volledige 100% gehaald en is hem ook echt gestopt met opladen. In totaal, volgens de meter, is er 12.157 wattuur, dus juist iets meer dan 12 kilowattuur ingegaan. Bij 102 volt nominaal is dat dan inderdaad 119,19 ampère-uren. Dus ja, dat zit eigenlijk met een, als je rekent dat je een verlies hebt van 10%, zit je ongeveer aan die 109 ampère-uren. Dus dat zal wel correct zijn. Maar zoals verwacht is er dus geen enkel probleem met de accu zelf, maar best ook, want die accu is het duurste onderdeel van de motor.